Niet eens één politieagent. Hun voorbereiding was bar slecht. Ze hebben gefaald. Als u weet dat de Nationale Assemblée al bijna een uur wordt bestormd, waarom ga je voorbereidingen niet doen in de stad om de ondernemers te beschermen, maar alles op pakito te schuiven? Hun hebben gefaald als staat, niet wij. We hebben begrepen dat terwijl het gaande was bij de assemblee, ja, dat er aangeplunderd werd in de stad, dat het eigenlijk tegelijkertijd bijna gebeurde. Is niet waar. Het is niet waar. Mijn bedoeling was om de mensen te trekken. Mijn bedoeling was de mensen die zaten te plunderen, om ze tot rust te brengen. Maar als de politieagenten en militairen het zelf niet kunnen doen, wie ben ik? Toen ze bezig waren de militairen te bestormen met een stenen en zo, heb ik toch geprobeerd om die mensen die met stenen gooiden, toch hun handen te houden om eenheid te vormen. Maar het heeft ook niet gelukt. Ik riep nog een militair en een agent, trek me, want ik ben in gevaar. Die man keek gewoon zo naar me. Dus ik was helemaal stuurloos. Ik ben ook niet begeleid door de politie, zoals het afgesproken was. Hoe verder met mij, hoe verder met mijn veiligheid? Waarvoor was het gesprek eigenlijk? Ze hebben gefaald. Terwijl de stad was helemaal niet druk, want ik heb gereden in de stad. Ik heb alles ervaren. Maar ik kon niks doen, want ik was onder bedreiging. Ik was gewoon letterlijk op mijn truck en ik wou daar zijn. Iedereen had een pistool daar. Ik weet wel één ding zeker, dat ze onder invloed waren van drugs en alcohol. Niet iedereen, maar de meeste mensen waren onder invloed van drugs en alcohol. Er waren mensen met een kapmes en er waren mensen met messen. Dat is ook te zien. Heb je enig idee uit welke hoek dit dan komt? Ik weet niet uit welke. Als ik het wist, had ik het gewoon gezegd, want ik ben niet bang voor niemand. Maar ik weet het helaas niet. Maar die twee mensen die met mij hebben gereden, Ashwin en Errol, ga ik ter alle tijden beschermen. En als iemand de uitspraak maakt dat ze hun gaan doodschieten, wat moet ik doen? Ik ga alles doen. Vandaag de dag zijn ze veilig, ze leven nog. Ik moet alleen kijken hoe het nog met Ashwin gaat. Want Ashwin is echt onschuldig, we hadden dit niet verwacht. Wij zijn gewend met vreedzame acties. En ik denk ook dat daarom God mij vandaag hier vrijgelaten. Komt er nu nog een protest? Want ik kan me ook voorstellen dat het nu, na de gebeurtenissen van de 17e, misschien onveilig is om te demonstreren, omdat je niet weet wat er nog gaat gebeuren, of weer een geweldsuitbarsting. Nee, de prijzen moeten zakken. De prijzen moeten zakken, de koers moet zakken, de brandstof moet zakken, criminaliteit moet zakken, mishandelingen moeten zakken, koopkracht moet omhoog gaan nu. Luister nou, de president zit al volgens mij in mei 3 jaar. Hij wil 200 dagen. Wat wil hij nog meer? Wat wil hij dat we achter hem moeten lopen terwijl kinderen niet gegeten hebben thuis? Ik ben naar Sofia gegaan, Flora. Ik ben naar Rangoon gegaan nu weer. Dat zijn de ghettobuurten waar de president ging lopen tijdens zijn verkiezingscampagne. Toen de ondernemers zijn geplunderd, toen ze hun zaak hebben geplunderd, is de president toch gegaan? Waarom gaat de president nu niet naar de ghetto om te kijken hoe gaat het in deze mensen huis? Hebben deze mensen wel te eten? Wel, als hij naar Sofia gaat, gaat hij zien dat hij niet iets binnenkomt. Zo teleur zijn die mensen gesteld. Dus aan de president wil ik zeggen, je moet ook naar die mensen gaan. In de wijken gaan, in de ghetto gaan, bij de Mofina's gaan, naar de districten gaan. Om te kijken als die mensen hebben te eten. Want die mensen hebben geëten op tafel. Daarom zie je de president wil rust. Wel vanuit mijn kant, Stefano Bilfried Pakito, zegt ik aan deze president van Suriname, wil je rust, begin alles te zakken. Begin de benzineprijzen te zakken, begin de koopkracht te versterken, begin de producten in de winkels te zakken, probeer de criminaliteit te laten dalen. En dat kan je alleen doen door alles te zakken en alles te stabiliseren. Tot nader orde gaat er geen rust zijn. Wil je rust hebben, is het niet in dialoog. Dialoog is kletsen achter de schermen en bepaalde afspraken maken. Ga niet in dialoog met niemand. Zorg ervoor dat alles daalt en alles zakt. Dat de arme mensen, de poti's, maar de mofina's, maar de ghetto's, maar dat kan je ook toe. Zorg goed dat je de arus die naar kondre. Ja.